wil jou het eerste exemplaar van jouw boek Doodstil uitreiken. Dank je, iets meer die kant op. Sorry? Even oh, iets meer deze kant op. Yeah. En wat ik je wil vragen is, heeft dit onderzoek naar stilte jou ook zelf dichterbij de stilte gebracht? Wil je er iets over zeggen? Ja, ik wou eerst iets zeggen over, ik kan niet verwachten dat jij een voetbalkenner was toen je over een genie begon. Dacht ik, oh, hij heeft het toch over mij als speler. Ik bedoel, de genie in de ruimte. Ik vond wel een heel fijn gevoel opeens. Maar ja, alles wat meteen. Oké, jongens, zie je. Ja, even deze camera aan. De ene stilte is de andere niet, zelfs wanneer ze uit dezelfde categorie komen. De stilte in de middag en die van 's nachts. De stilte is ondefinieerbaar en bedrieglijk. Een moment denk je dat de stilte van een cirkel groter is dan die van een vierkant. En 5 minuten later komt de twijfel. Een vierkant is toch ook wel cool. Ja, dat jij zo spiritueel bent ingelegd, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat wist ik ook niet. En dat ben ik volgens mij zelf ook niet. Maar ja, als je 100 pagina's over de stilte in een boek schrijft, dan ben je automatisch een beetje spiritueel. Daar valt geen ontkomen meer aan. Maar ik heb toch geprobeerd om de lezer duidelijk te maken dat ik wel een hele bijzondere stilteliefhebber ben. En uiteindelijk ook wel vind dat bij de stilte een lekkere explosie hoort. Oké, dan ga jij even zorgen. Weet je wel, totaal stil, dat kan een mens ook nauwelijks verdragen. Er schijnt in Amerika een ruimte te zijn waar je er geen 10 minuten kunt uithouden. Zo stil is het. En inderdaad, ik vind stilte op een mooie zomermiddag ook wel fijn. Maar een klein rood bosje erbij of zo, dat kan geen kwaad. Stilte is goed als het versierd is. Klein beetje anders dan doodstil. Ja, zoiets. Dankjewel. Kijk, ik krijg applaus, hoor je dat? Ja. Ja, nee, het duurt voor mij niet lang, maar niet lang in de tip, het is lang van duren.